Ja, achter mij. Snelste BMW M3 en de sterkste BMW M3 die er tot nu toe geleverd werd. En in Brussel, het salon, autosalon, gaan wat nieuwe dingen laten zien. Het is vooral BMW Mini, hebben heel veel kleine dingetjes, faceliftjes, M3 CS die hier achter mij staan. Als ik er dan toch ben, dan filmen dat maar een beetje. Ik vind het wel echt de meest ultieme M3 die je nu kan kopen. Ik vind hem echt erg gaaf. M4 heb je natuurlijk ook de GTS, 500 pk. Dit is de M3 CS, kleine upgrade, 460 pk. Het heeft newtonmeters, dacht ik, 600 newtonmeters. Maakt niet goed uit. Maar dat betekent een sprintje naar de 100, 3,9 seconden, topsnelheid. Ja, ze doen nog steeds aan begrenzen. Dat is een beetje jammer, 280 km per uur. Misschien weet je nog wel van de M4-test, de M4 CS-test, dat die daar ook niet heel hard naartoe loopt. Dat komt volgens mij door een aantal dingen. Want je hebt wat aerodynamische aanpassingen voor de CS-modellen. Dus ik ga even hier door mijn knieën. Dan gaan we het even laten zien. Kijk, dit is bijvoorbeeld carbon splitter. Zorgt gewoon wel voor meer downforce. Carbon dak hebben we natuurlijk ook, kennen we al. En achter loopt even naartoe. Ook dit mooie randje hierachter. Maar als je ziet, deze staat eigenlijk best wel stijl. Best wel, dat geeft echt wel een beetje impact op de luchtweerstand. En ook op de downforce. Binnenin ook een aantal aanpassingen. Oh, het is dicht. Okay, ik kan vast wel door het ruitje een beetje filmen. Ja, vooral een reflectie van mezelf. Hierachter, dat kunnen we helemaal niet zien. Alcantara filter gebruikt. Hij heeft die doorpanels, deurpanelen. Nee, dit is niet. M4 had CS had die deurpanelen die van een soort geperste vezelmateriaal, een beetje van de I3 en de I8. Maar deze M3 CS heeft in ieder geval niet. Dan weet ik niet zeker of dat dan niet helemaal klopt met deze auto. Maar goed, enkelzonnige airco met ook geen uitstroomopeningen achter en daardoor een wat lichtere middenconsole. Gewichtsbesparing is eigenlijk wel een beetje lafjes hoor. 10 kilogram lichter, dus dat is niet heel erg waanzinnig. En hij staat natuurlijk ook weer op de befaamde fantastische banden voor in de zomer Michelin Pilot Sport Cup 2's. Niet mee te rijden in de winter. Maar voor in de zomer als het lekker warm is, plakt het heel erg goed. Ook die onderstel aanpassingen die je ook in de competition pack hebt. Gewoon net even wat scherp, net even wat lekker. Is wel echt mijn favorietje. Ik vind dit ook een gave kleur. Het is een soort grijs, maar wel gewoon grappig. De prijs weten we nog niet. Ik kan even naar het bordje lopen. Misschien weten ze in België wel de prijs. Weet het niet, hè? België is wel, verkopen ze wel weer meer auto's. Nou, dat dacht ik toch, hè? Nou, er is al een BMW M3. Vanaf 81.000 euro. Dat is een beetje schrikker, want in België is het nog een stuk meer. Deze, 132.000 euro. Dat is wel een stuk duurder trouwens. Volgens mij was in Nederland het prijsverschil M4, M4 CS 35 mil. En hier zie ik dan toch 50 mil verschil. Dus waar dat de rest van de prijsstijging uitkomt, dat weet ik nog niet. Maar goed, ik vind hem gaaf. We gaan nog een aantal andere dingen op de BMW stand bekijken. Er staat inmiddels genoeg. Ja, gewoon even kijken. Doe even sfeershots. M4, leuk. Die CRT, minder leuk. 4 serie, wel een leuk kleurtje. Wat ik ook leuk vind, ik ga even inzoomen daarop. Kijk, donkergroen, dat is gewoon, zoomt niet echt snel hè. Lekker zo steady, kijk, donkergroen. Een beetje alpina kleur. De 4 serie cabrio. 330e hebben ze hier ook. Nou, allemaal meer dingetjes, maar dit is allemaal niet nieuw. De Active Tour is wel nieuw, maar die zie ik dan weer nergens staan. Daar komen we dan weer goed weg. Maar de i8 Roadster, die zien we erachter. Daar ga ik nu naartoe lopen. Voordat ik naar de i8 ga, even nog wat anders. Ja, dit, ja, groot nieuws, dat is ook een beetje overdreven, maar ik denk dat je het wel vaker gaat zien dan de i8 Roadster. Namelijk Mini Cabrio, 3 deurs, 5 deurs, facelift. Nou, wat zeggen we altijd over facelift? Andere ledjes? Nou, dat heeft hij zeker. Daar is even een meneer bezig met iets, volgens mij accu aansluiten, zodat hij niet leeg loopt hier op de beursvloer. Deze auto die reed net aan mijn blok, maar ook aan de voorkant ligt daar Mini 5. We beginnen even aan de voorkant. De daglichting is helemaal rond. Dat was blijkbaar niet helemaal rond bij Mini. Dat wist ik niet. Knipperlicht kan ik nu even niet laten zien, maar dat is ook zeg maar. Dan wordt de daglichting gewoon oranje. En wat wel grappig is,
ook een tikje kitscherig natuurlijk. Ja, de Union Jack in de achterlichten. Dat heb je dus als je LED koplampen bestelt, zit dat er blijkbaar bij. Koplampen zijn tegenwoordig ook LED matrix koplampen. Dus dan, weet je, dan kan je groot licht rijden en dan licht hij mooi de borden uit en de voetgangers en verblind je tegenstanders niet. Nou, noem het allemaal op. Andere nieuwe dingetjes bij Mini. Deze kleur is nieuw, deze kleur is ook nieuw. Die velgen zijn nieuw. En wat wel grappig is, vond ik serieus wel geinig om te horen. Dit is natuurlijk een beetje spiegeltjes en kraaltjes en dingetjes. Maar goed, dat is de stand hiernaast. Misschien kan ik zien. Ook hè, Fiat 500, Abarth 500. Vinden mensen toch wel leuk in deze klas? Wat kan je nu bij Mini doen? Is een aantal dingen met Mini Yours Customers, ik moet even goed zeggen, echt helemaal zeg maar persoonlijk maken. Dus bijvoorbeeld, deze kan je een insert voor krijgen waar gewoon je eigen tekst op komt. Dus of je bedrijfslogo of gewoon de naam Tamara of iets dergelijks. Dat zou te kunnen. En je hebt hieronder, ik kan het niet laten zien, nee, want het is donker genoeg. Projecteert hij normaal het mini-logo. Daar kan je ook zeg maar een ander projectortje voor krijgen met je eigen logo, met een ander tekstje. En ook, gaan we even naar binnen. Wat hebben we nog meer? Instaplijsten. Nu moet je goed zien dat de Mini Cooper S is. Kan je ook aanpassen. En we hebben daar eigenlijk de dashboard dingetje. Daar staat nu een soort Union Jack op. Duik even naar binnen. Dat kan je ook aanpassen. Wordt dan 3D geprint of met een laser aangepast. Weet je, aan de ene kant spiegeltjes en kraaltjes is echt zeg maar niet boeiend. Aan de andere kant vind ik dat toch wel weer leuk. Technisch nieuws, ja, Mini Connected. In de Navi kan je nog meer dingen doen die uiteindelijk dan toch meestal net niet goed werken. Dat is bij alle andere merken. Motoren, 1.2 gaat eruit, komt de andere 1.5 3 cilinder voor. Bak, ook nog nieuws, namelijk dubbele koppeling. En dat nieuws dat hadden we eigenlijk al gehad. Dat is het voor Mini. Gaan we nu echt naar een i8. Nu gaan we echt naar een i8. Dat is echt, ik beloof het. Ik vind dit echt wel een geinige kleuruitvoering. Het is een beetje oudbollig, maar het komt gewoon weer terug. Dat donkergroen, kijk, dan natuurlijk met dat traditionele bruine leer. Het is een beetje Jaguar-achtige kleur. Ja, dat is een BMW Individual. Zie je? Kijk. Ja, kan je niet zien. Ja. Ik ga even mijn camera vertellen dat hij daar moet scherp staan. Daar. Ik vind het stiekem wel geinig. Nu gaat hij natuurlijk het scherpste niet meer goed doen. Hou op. Dank u. Let op je 24i, dat je gewoon individual leer en kleur en zo hebt. Het is fantastisch. Oh jongen, ik spot gewoon een BN'er. Hier, kijk. Van Autotop toch? Van Autotop.nl. No filming. Die doen alles in het Engels. Ja, ik had hem beloofd, hè. Kijk, is het dan. Jeetje, wat hebben we hier lang op moeten wachten. Hè? Het dakje eraf bij de BMW i8. Wat heel handig is, ook met de facelift van de i8, is dat ze, ik ga even inzoomen jongens, met mijn fantastische camera. Kijk, het staat tegenwoordig op de C-stijl of er een roadster of een coupé is. Interessante daarbij wel eens, er staat hier een coupé. En daar overigens ook. Maar dat zijn oude modellen nog, van voor de facelift. Dat is een beetje jammer. Ik ga even omdraaien, dan ben ik weer in beeld. Hallo, leuk om mij te zien hè. Vond ik ook wel. Aantal technische updates ook voor de i8. Onder grotere accu, 11,4 kW, was 7,3 of iets dergelijks. Hij heeft een iets grotere elektrische range. De elektromotor heeft er ook 12 pk bij. Dus we zitten nu boven de 360 pk totaal aan vermogen. Vind ik nog steeds niet heel erg overhoudend voor deze auto. Hij ziet er supersonischer uit dan hij zeg maar, daadwerkelijk een aantal prestaties heeft. Maar ik wil zeggen dat je met een Golf GTI in de buurt blijft. Maar ja, weet je. Top, 250 km per jaar, dat is natuurlijk een beetje Duits gebruik. Dan begrenzen we. Sprint naar de 100, 4,6 seconden. Ja, daar vallen we niet meer van onze stoel van. Hè? Ja, het is ook absoluut niet de snelste BMW. Het is natuurlijk wel dus de snelste uitziende BMW. De snelste BMW is natuurlijk M5. 3,4 seconden. Nieuwe kleur, ook dit. Copper, nog iets metallic. Nee, je ziet wel aan de kleur. En deze 20-inch wielen, dubbel spaaks. Het is lichtgewicht, hè? Lichter dan de vorige wielen. We hebben interieur ook nog wel een aantal nieuwe opties, waaronder Elfen Bind Wise. Dat is een beetje, ja, dat is niet deze kleur natuurlijk, dat hebben jullie ook wel gezien. Dat is de kleur eigenlijk van Duitse taxis. En bij Mercedes dealers noemen ze dat Smurfen Sperma Wit. Weet je dat ook weer? En dan loop ik wel naar de achterkant van deze i8 coupé, maar dat is gewoon het oude model.
Ik zie ook niet zo heel veel wijzigingen wat dat betreft hoor. Het is niet dat ik denk, wow, het is helemaal weer heel anders geworden. Maar goed, ik vind het qua looks nog steeds een fantastische auto. Maar prijs, performance en hoe die daadwerkelijk rijdt. Ja, ik ben er nog steeds gewoon niet een waanzinnige fan van. Sorry BMW, het is niet anders. Hebben we nog meer te melden? Ik ga er gewoon even in. Gewoon leuk. Een soort einde van de video. Want heel veel meer nieuws is er eigenlijk gewoon niet Brussel te vinden. Waarvan jullie van je stoel af gaan vallen. Er was nog een Abarth 595 Riva van de boot. Ja, maar ja, het is weer de zoveelste Abarth 595. Maar ik loop niet die kant op. Ik heb nog even hier wat leuke 1 en 2 series. M240i met die M-performance body. Het is geen M240i, het zijn hele kleine remmetjes. Loopautootje, ook leuk. Kijk. En hier is hij dan toch in het donker. De gefaceliftte Active Tour. Ik ga even een scherp in beeld proberen te krijgen. Ik ga er even een rondje mee lopen. Wat er anders aan is. Ik ga even... Autofocus. Hij stond op manual focus, dus dan heb je niet scherp. Dit is een 3-cilinder. Ja, dat kan je zien. Dat is een 225 XE. De 4-cilinders krijgen tegenwoordig een dubbele uitlaatpijp. Want ja, dat is zo fantastisch. Dit is een 218D. Dat is dan een 4-cilinder. Wat is er nog meer gewijzigd? Ja, de voorkant. Iets ander koplampjes. Ander voorbumpertje. Ja, de wijzigingen zijn eigenlijk wel heel minimaal. En dan hebben we binnenin ook nog een andere Navi en dat soort dingen. En ja, de dashboard en het instrumentenpaneel is geüpdate. De auto zit dicht, dus die kan ik helaas niet laten zien. Oh, jongen, we hebben twee famous mensen. Ik ga nu uitzetten, ja. Zo, dat was het weer. BMW stand. Ik loop even af. Niet heel veel andere hele spannende dingen in Brussel. Dus laten we gewoon even gaan. Maar qua nieuws, ja, er zijn wel leuke auto's, maar nou, niet te veel nieuws. Dus weet je, we zien je wel weer in een andere video. Doei.